5 tips hoe je uit eten kunt tijdens een dieet. Hey, het is Danny hier, de vetverliesspecialist. En vandaag wil ik het met je hebben over het restaurant. Want ja, de restaurants zijn weer open natuurlijk. We kunnen weer uit eten. Maar hoe ga je daarmee om? He, als je wil blijven afvallen. He, want je wil gewoon lekker uit eten kunnen tijdens een dieet. Want als je dat niet meer kan doen, ga je het niet op lange termijn volhouden, zal je geen resultaat behalen. Dus vandaag 5 tips die ik je ga meegeven, die je kunt gebruiken en waar je rekening mee moet houden als jij uit eten gaat terwijl je op dieet bent. Nou, we gaan als allereerst even starten met nummer 1 natuurlijk. 1 maaltijd verpest niet je resultaat. En dat moet je goed onthouden. Heel veel mensen denken, wanneer je uit eten bent geweest, een pizza hebt gehad en daarna bijvoorbeeld per ongeluk nog een toetje hebt gehad, ik heb gelijk mijn dieet verpest. Je moet onthouden, niemand is ooit aangekomen van 1 Big Mac en niemand zal ooit afvallen van 1 salade. He, dat moet je onthouden. Dat gaat over een langere periode. Ik ga even een voorbeeld nemen, ik pak even de pen erbij. Stel je voor, je bent een vrouw, jij hebt normaal 2000 calorieën nodig om gewicht te blijven. Je gaat afvallen, je wil graag afvallen en je gaat in een calorietekort. Hè? Dat weten we natuurlijk allemaal, je volgt al een tijdje en je moet minder calorieën binnenkrijgen dan je lichaam nodig hebt. Nou, stel je voor, een vrouw die heeft 2000 calorieën per dag. Per week is dat 14.000. 14.000 calorieën. Stel je voor, ze gaat 500 calorieën minder eten, 1500 per dag. Nou, dat betekent dat zij dus 1500 gaat eten. Nou, dat betekent dus 10.500 calorieën per week. Dat betekent dat zij, even kijken, 3500 calorieën in de min staat. En door die 3500 te minderen, zal je dus vet verliezen. Nou, 1 kilo vet is ongeveer 7700 calorieën. Dus nou ja, als je dit bijvoorbeeld wekelijks doet, nou, dan zal die geen een halve kilo afvallen. He, zo simpel werkt het. Maar als je nagaat dat jij bijvoorbeeld 1 maaltijd, bijvoorbeeld een pizza is wel 1000 à 1500 calorieën. Stel je voor dat je dat neemt, dan heb je toch niet gelijk je dieet verpest. Dan ben je nog steeds in een negatieve energiebalans en zal je nog steeds vet verliezen. In het ergste geval zal je een keer op een zaterdag 3500 calorieën eten. En zal je geen progressie boeken, maar zal je wel op gewicht blijven. He, dus dat is het ergste geval. Als je ga je er ver overheen, ja, de kans is dan dat je dan aankomt in vet. Maar, dus je moet dat goed onthouden, dat ja, je wordt gewoon niet dikker, of je komt niet aan van 1 keer een Big Mac eten. He, dus dat moet even klaar zijn, even duidelijk. Oké, dan gaan we naar punt nummer 2. Nou, als belangrijk, wat een strategie die je kan toepassen als je bijvoorbeeld uit eten gaat op een zaterdag. Ik noem maar wat, je gaat aankomend weekend, ga je uit eten en jij hebt 1500 calorieën op een dag. He, dat heb je nodig om af te vallen. Wil je nog progressie blijven boeken? Ja, dan zal je aan dat budget bij wijze van spreken moeten houden. Hoe ga je daar dan mee om? Nou, stel je voor dat jij bijvoorbeeld op de dag zelf al je calorieën gaat sparen. Dus te gaan fasten in de ochtend. En laten we zeggen dat jij bijvoorbeeld om 2 uur pas gaat eten. Neem je even een kleine maaltijd van 200 calorieën. En voordat je naar het restaurant gaat, neem je nog iets. Dan zit je ongeveer op 500 calorieën. En dan heb je nog ongeveer 1000 calorieën over voor in het restaurant. Nou, daar kan je wel een lekker maaltje van nemen. Dus dat is een strategie die je kan toepassen. Het enige nadeel van het fasten is dat je als je de hele dag niks eet, ja, dat je s'avonds wel honger gaat krijgen. En dat je wel echt zin in hebt in de restaurantmaaltijd natuurlijk. Nou, de kans is vrij groot dat jij dan veel meer gaat eten. Omdat jij te veel hebt opgespaard, de hele dag niet hebt gegeten en de drang naar eten gewoon veel groter is. En dan lust je alles wel. Dus daarom is het belangrijk, tip nummer 3, eet eiwitten voordat je heen gaat. Voordat je naar het restaurant gaat, je kan een bakje kwark nemen. Je kan bijvoorbeeld een salade, lichte salade met tonijn nemen met weinig calorieën. Zodat je wel goed vol zit. Vol zit naar het restaurant, althans goed vol, dat je wel wat in je maag hebt. Want als je met een lege maag naar het restaurant gaat, dan is niks gek. En dan lust je alles wel. Dan stel je voor dat je dan al je kunt gaat, dan eet je alles op. En dat wil je niet. Dus ga van tevoren wat eten. Desnoods kun je ook een eiwitshakeje nemen als je wil. Dat je even wel even eiwitten in je systeem hebt. Eiwitten vullen juist, waardoor je dus niet heel veel gaat eten in het restaurant. Maar dat wil je wel voorkomen. Yes? Oké. Dan gaan we even naar punt 4. Tip nummer 4. Bekijk de kaart van tevoren. Dat is wel een hele goede tip. Want heel veel restaurants die hebben wel een website. En daar staat een menukaart op. Kijk van tevoren.
Wat lijkt me lekker en wat is een slimmere keuze? Hè? Je weet vanzelf wel, je weet van jezelf wel dat bijvoorbeeld een biefstukje met frietjes en een kleine salade, hè, wat rauw kost, beter is dan bijvoorbeeld een hele vette, dikke lasagne met gorgonzola en met allerlei soorten kazen. Hè, dat tikt natuurlijk veel aan in calorieën. Dus als jij van tevoren al een keuze hebt gemaakt, hoef je helemaal niet in het restaurant te kijken. Je hebt gewoon je keuze al gemaakt en daar blijft het bij. Want wanneer jij in het restaurant zit en alle mensen om je heen die gaan keuze maken. Oh, wat neem jij, wat neem jij? Nee, je hebt van tevoren al besloten. Je hebt van tevoren al een slimmere keuze gemaakt. En want als je dat daar pas gaat doen en je vraagt aan de buurman. Oh, ik neem lekker dit. Nou, dan kan het al veel groter dan jij dat ook wil. He, dus ga dat van tevoren al beslissen. Oké, dan gaan we naar de laatste tip. Schat de maaltijd ruim in. Misschien werk je met mijn fitnesspal. Misschien trek je op dit moment je voeding. Hè, dus bijhouden van je calorieën. Als jij dat in mijn fitnesspal bijvoorbeeld zet of in een andere app. Probeer er altijd ruimschoots in te schatten. Hè, dus bijvoorbeeld, stel je voor je type biefstuk in. Wat ik zelf doe. Hè, bijvoorbeeld als biefstuk doe ik AH biefstuk hè, van Albert Heijn. Doe ik frietjes bijvoorbeeld en doe ik salade. He, dat voer ik in. En ik pak altijd de hoogste in calorieën. Dat is pak ik altijd de hoogste in calorieën. En wat ik zelf altijd nog doe, is ik voeg de olie aan toe. He, want er zit zoveel olie in. Een kok wil natuurlijk dat jij een heerlijke maaltijd hebt. En die gaat natuurlijk geen droge maaltijd serveren. He, dus veel olie zit erin. He, ze doen zelfs in het restaurant doen ze vaak boter op de broccoli. He, dus he, om het nog lekkerder te maken. He, maar je hoeft het niet per se te trekken, niet per se in te voeren. Want ja, weet je wat het is? Wat verander je eraan? Je weet het toch nooit zeker. He, dus als jij van tevoren al gewoon een goede keuze hebt gemaakt en je calorieën hebt opgespaard. Ja, wat maakt het nou uit als het dan 1100 is of 1500? Als jij de volgende dag gewoon weer back on track gaat. Gewoon de volgende dag gewoon het wel weer oppakt. Dan komt alles goed. Want dat is wel erg belangrijk. Niet die mindset hebben van, ah shit, ik heb mijn dieet toch verpest. Laat maar zitten. Nee, je wil volgende dag, pak je het gewoon weer op. Normale routine weer. En dan is er niks aan de hand. Yes? Ik hoop dat je wat in deze video hebt gehad. En ik hoop dat je wat hiermee gaat doen. Hey, jij iemand die hier wat aan heeft? Laat een reactie even onder. En spreek je snel.